Nou, toen ik Marieke op tv zag, dacht ik, die past echt bij mij. Wie niet waagt, wie niet wint, wie niet schiet, wie niet wint. Wie niet waagt, wie niet schiet, wie niet waagt, wie niet wint, wie niet scoort, zeg ik dan maar. Geef je date een knuffel. Oh. Ja, ik ga net weer miszitten. Tuurlijk, doe ik weer. Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar ik voelde me eigenlijk de hele tijd niet zo op mijn gemak. Ja, omdat ik heb mij gewoon al heel lang niet meer zo ongemakkelijk gevoeld, weet je wel. Why must you hurt me in this way? Jeetje, en dan zit je 24 uur met elkaar. Maar jij wilt nog uitgaan en zo? Ik ga af en toe wel nog uit, ja. Wat voor feestjes? Meestal technofeestjes tegenwoordig. Technofeestjes? Ja, technofeestjes. Het is toch dat... Ik weet niet, hoe is dat, de dansen? Voor een waaijong-uitkering. Waarom? Waaijong dan? Omdat ik borderline heb. Dat ken ik inderdaad, ja. Dat ken ik inderdaad, ja. Hoe dan? Zal ik even gaan liggen? Dan ga ik even, ja? Ik hoop dat je je vermaakt. Prima, komt helemaal goed, hoor. Andere eentjes zwemmen in het water. Vader al drie, vader al drie. Potverdikke me. Lekker knus hoor. Jezus man. Tof zeg. Potverdikke me. Corenza en Tino proberen elkaar te raken tijdens een spelletje met een kruisboog. Emotioneel dan natuurlijk, hè. Potverdikke me. Hij bewoog. Bijna. Ik ga weer naar de wc. Yes. Verdikken met. Dit is Mathilde. Zij is 23 en woont dus op Urk. Morgen. Wat een nacht was dat, zeg. Ja, ik ben best wel brak hoor. Die van Superman. Dat vind ik helemaal heel knap. Van James Bond vind ik ook heel knappe mannen. Tarzan vind ik ook heel mooi. Knappe man. Ja, wat dan? Ben je geschrokken? Nee, joh. Gelukkig. Ik lach best wel veel. Jij ook? Dat kan, weet ik niet. Wat een kikker. Wat? Is dat een kikker of een pad? Heb je kikker gezien? Hé, hey, kijk. Wat? Hey. Oh ja, inderdaad. Dat is de kikkerprins. Op welke plekje van je lichaam word jij graag aangeraakt? Remco. Pikhaak. Ciao, Remco. Let the party begin. Ik ben wel Tinder verslaafd. Nou, mijn ideale partner is leuk. Wat vind je sexy aan mij? Het is niet echt mijn type, maar we hebben het hartstikke leuk. Zeg je dat? Zeg ja, je dat type? Zeg. Maar dan kan je toch ook niet meer verliefd op me worden als ik je type niet meer ben? Ik snap het niet meer. Nee, dan ga ik jou nog één keer uitleggen. Ja. Maar ik had een ander type verwacht, laat ik het zomaar zeggen. Maar wat voor type had je verwacht dan? Ja, misschien zeg je ook een keer chiquere type of klasse. Ja. Ja. En toch maakt ze vanavond mosterdsoep voor hem klaar. Ik had hem wat dikker verwacht, maar... Hey, that's what she said. Dat komt omdat je te weinig bloem erin gedaan hebt. Ja, maar ik heb wel volgens het recept gedaan. Ja, nou, dat is het. Dan, niet even wachten, geduldig zijn. Ja, tante ongeduld. Ja, baas. Niks meer aan doen. Ik hou er wel van om... om een vrouw op te... Het is gezellig, het is fijn. Maar waar knap je nou op af? Ik weet het niet. Ik heb handboeien bij me, dus het... Zo is het goed. Ik ben trots op je.
Anton zit nu al 24 uur dolverliefd aan Hanny te frummelen. Santé. Kom even bij, je zit er weer. Mijn moeder zei, lang leven de liefde. Charlie, dat is echt iets voor jou. Mijn ideale man is een stoere kerel. Ja, gewoon echt een man. Oh. Flirten vind ik wel leuk. Ja? Met momenten. Ik snap het. Wat zoek jij eigenlijk in een relatie? Aanvullen. Als ik vragen stel, zeg maar, geef jij echt maar heel kort antwoord. Die gesprekken zo stil bevallen. Dat is toch ongelooflijk. Het lijkt alsof je niks wil weten van mij. Kan Jacco deze date nog redden? Maar je hebt nog steeds niks te vragen. Nee, ik ben een beetje uitgevraagd. Ik vind echt dat ik me goed heb ingehouden de afgelopen 24 uur. Ja, voor mij is dit echt een haal, heel eerlijk. Ik ben er echt helemaal klaar mee, in ieder geval. Het spijt me dan niet eens gewoon wat jij misschien verwacht had. Of... Ik had helemaal niks verwacht. Echt niet? Maar dit had ik absoluut niet. Jacco heeft geleerd dat een vrouw het blijkbaar lekker vindt als je haar een paar vragen stelt. Op 24 uur. Weet je wat ik heb zitten bedenken? Nou, wat dan? Ik wou voorstellen om te gaan gourmetten. Dus... Ja, ik vind het goed, Peel. Doe maar, joh. Doe maar. Ja, ja of nee? Ja, doe maar. Doe maar. Een borrel is bij mij vitamine. Roken is bij mij vitamine. Weet je veel dan? Nee. Hoe leef jij in godsnaam? Ja, gewoon ja. Hè? Zo. Waarom doe je dat? Nee, ik hou er niet van als allemaal van mij. Zie je wel, de gemeenigheid komt nu. Ja, ik zeg toch. Ik kan lief wezen, maar ken ik een bitch. Ja, maar dat had ik al verwacht van jou. Oh, nou dan. Doei, ook. Doei. Ellie is niet voor Jan gevallen, maar wel gevallen. Mijn buurvrouw zou ook zeggen dat ik een zorgzaam type naast mij zou willen hebben. En mooie billen en een beetje borsten. Ik vind met de zenuwen. Zeker aanwezig. Ik ben niet de beste in selfies maken. Ik weet niet of jij goed in bent in selfies. We kunnen ons best doen. Geef je date een knuffel en vertel wat je hierbij voelt. En? Dat voelt wel lekker, lekker zacht. Ik heb een lekker ontbijtje. Oh, wat lief van je. Dat gelach is vast een goed teken. Uiterlijk weet ik niet. Wat is dan qua uiterlijk wat je niet aantrekt of wat? Ja, een bril. Het is dat. Ik ben op zoek naar een leuke, spontane vrouw. Een vrouw die humor heeft. Kan je koken? Ik kan wel lekker koken, okay. Vind ik zelf. Zelf hamburgers maken. Kan je dat? Met gehakt. Hoe dan? Tuurlijk, met gehakt, maar ja... Hoe dan? Eitje erdoor, een beetje... Hoe dan? Een beetje kruiden erdoor, ja, heerlijk. Okay. Kan je dat? We hebben de friet wel eens beter gehad. Nou, proost op je mislukte eten. Ja, ik krijg het ook echt niet meer weg.
Hoi. Kijk niet aan. Nee, ik vind het wel leuk. Mooi. Ja. Maar dit is wel lekker zo, ja. Inderdaad. Ja. Zit je dan? Ja. Nee, het is bij mij echt al jaren. Ik kan zeg maar eten wat ik wil. Maar er komt echt... ja. Niks aan. Nee. Ik wou dat ik dat had. Je hebt dat niet? Nee. Niet echt, nee. Dat is lastig. Hoi. Hoi. Mooi. Ja. Koen is zeker geen onzeker mannetje. Kan ook niet erg als rapper. Want ik ben naar Dubai gegaan voor 2 maanden. Elke ochtend word ik daar gelukkig wakker. Ik zit in het dikste hotel van Dubai en ben te genieten. Fijn. Ik heb in Dubai een auto gekocht. Die heb ik nog steeds niet verkocht, hè. Ik moet soms een beetje de rem op mezelf zetten. Want soms ga ik een beetje te snel voor mezelf, zeg maar. Ik heb zoveel gedate in mijn leven onderhand. Alleen allemaal drama, overal. Allemaal drama, helaas. Ik ben wel een rare jongen, maar ik ben special. Ik sta bekend om idiote bedragen uit te geven aan onzin. Echt? Met big money spender. Ja, ik heb een keertje 15.000 euro uitgegeven in 10 minuten in Dior-winkel. Als vrouwen mij zien, dan denken ze meteen, dat is player. Zo stoer kom ik niet over. Nee. Daar rijden we dan. Hi. Hoi, Schrander. Ryan. Wil je drinken? Ja. Wijn? Bier? Nou, wat anders? Ik ben heel raar, maar ik ben niet zo van de wijn. Biertje? Nou, ik ben heel raar, maar ik, gewoon water, ik ben meer van thee. De wat sterkere drankjes. Sterke drank. Ik denk dat ik nog nooit echt verliefd ben geweest. Ja. Je hebt ook wat trouwwensen. Och, hou op, schei uit. Kijk, die Brian is glimmen. Dit vind ik ook heel erg. Ik heb echt een onderkin. Helaas. Het mooie zoals je. Ja. Ik liever een vrouw die wat voller is. Nou, de ochtend laat ook niet lang op zich wachten. Brian en Sharon. Dat mag niet, hè? Oh, sorry. Ik weet niet waar ik moet zijn. Boven. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik voel me niet prettig bij de massage. Oké, geen probleem. Ja, geen probleem? Tuurlijk niet. Oké, gelukkig. Dennis zoekt nog steeds naar manieren om indruk te maken op zijn date. Oeh, til je date op en draai een rondje. Ja, dat kan ik toch doen? Ja, nee, ik wil niet opgetild worden. Oké. Geef je date een kus. Nee, ga ik niet doen. Doe een dansje met je date. Nee. Oké, geen probleem. Laat je beste flirt move zien. Ga ik niet doen. Oké, geen probleem. Oneenigheid, weet ik. Oneenigheidsstand, ja, ik denk. Nee, oneenig. Oneenig. Oneenig? Dat je niet op één lijn ligt met iemand. Oh, rode roos, daar hou ik van. Mooi. Doe ik hem dadelijk in water. Wat doe je in het dagelijks leven, als ik vragen mag? Ik werk in de winkel. Oké. En wat doe jij? Ik doe op het moment geen werk. En je woont thuis? Of op jezelf? Ik woon op mezelf. En jij? Ik woon ook op mezelf. Waar heb je trek in? Maakt me niet zo uit. Ik vind Bami wel lekker. Ik weet niet wat jij lekker vindt. Massie. Vind je mij knap? Niet zeer knap, maar je ziet er niet verkeerd uit. Blijft apart zo'n kaars. Dat ze kunnen branden. Mm-hmm. Ja, daar zijn ze voor gemaakt. Ben jij je ook weduwnaar of zo? Of nee, gescheiden. Gescheiden. Oké. Okay. Ja. Lang?
3 jaar. Oh, nog niet kort. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Hetzelfde. Dank je. Heb je al lang met het idee van een scheiding gelopen? Of is het, hoe is dat gelopen dan? Niks. We zijn niet gescheiden. Hè? Ja, we zijn wel uit elkaar, maar niet officieel gescheiden, laten we het zo zeggen. Maar je zit nog gebonden aan haar? Ja. Dat is best een vreemde situatie eigenlijk. Ja, ik zou niet weten waarom. Je bent nog steeds getrouwd. Dan is het getrouwd zijn is een probleem. Ja. En dan kun voor je u zeggen, wel, maar voor een ander weer niet. Het gaat er mij niet om waarom je nog bij je vrouw bent. Dat hoef je mij niet uit te leggen. Ik ben niet meer bij haar, ze is weg. Ja, maar je bent getrouwd. Ja, oké. Nou, ander onderwerp. Ja. Dat heeft totaal geen zin, echt niet. Nee, maar ja, goed, ik wil het zullen we het hierbij afsluiten? Is prima. Connie? Ja. Goed, laten wij rustig gaan kijken bij Jaap. Je lijkt me aardig, man. Ja? Ja. Nou, dank je wel. Ja. Kom lekker naast me zitten. Gewoon lekker gezellig tegen me kroep. Zo. Ja, jou hebt je geduist, hè, maar ja. Natuurlijk wel. Nee, maar dat is toch lekker zo? Zo. Top. Lekker. Heerlijk. Nou, daar zitten we dan. Ja. Ja. Nou, dan ga ik het huisje verlaten. Jaap heeft er trouwens ook nog wel zin in. Uitgaan is leuk. Maar elke week uitgaan gooi je echt je leven mee weg. Wat doe jij dan in je weekenden? Leave the footprints before I leave the world. En alles waar ik goed in ben, gewoon doen. Aha, nu snap ik hem. Kijk. Ik hou van diepgang. Ik hou van man zijn. Ik hou van de vrouw die tegenover me zet dat ze vrouw is. Snap je? Ik snap een vrouw. Ik voel een vrouw. Ik denk met je mee. En ja, dat vind ik belangrijk. Ik zoek gewoon meer twee mensen die gelijk aan elkaar zijn. Ik vind jou als persoon te heftig. Zo leuk. Ik vind het echt leuk je te ontmoeten, Adrie. Ik vind het ook leuk om jou te ontmoeten. Ik ben trouwens weduwe. Oh. Al bijna 14,5 jaar. Dus dan weet je het. Kijk. Van tevoren. Okay. Ik heb zo lang niet met een man op de schoolbank gezeten. Maar Adrie is echt... Ik heb het nog nooit gedaan. Adrie is echt ik heb nog nooit man. Met een vrouw op de schoolbank nee. gezeten. I'll never be drowned in the sha-sha-sha-hello. In the sha-sha-sha-lo-lo. Ik kan het echt niet zingen, dat is serieus. Ik heb een ontbijtje bed voor jou. Dank je wel. Ja. Adrie, ik weet niet precies wat je zoekt, maar deze blik herken ik meteen. Toen zat je op een gegeven moment met je vinger in je holle kies en dat smeerde je af aan je badjas. En dat was voor mij een punt waar ik eerlijk gezegd heel hard van mijn roze wolk af viel. Kaboom, zo voelde dat. Zo, ik moet even ontladen. Hallo! Gek dat we nou in één keer hier met z'n tweeën zitten. Dus het... Dus jouw eerste indruk van mij was een beetje, een beetje twijfelachtig, hè? Ja, je hoeft geen antwoord te geven. Je mag altijd eerlijk zijn tegen mij, hoor. Natuurlijk. Ja, je was niet wat ik verwachtte. Cetrigina. Oké. Okay. Nabelis, ze is een beetje fors. Ze is een beetje dik, fors. Oh, ze is een beetje dik. Door de dikkigheid moet je even heen kijken, hoor. Want ik bedoel, iemand die dik is, kan ook afvallen. Mm-hmm. Ja, ik zag jou op tv en ik dacht, nou, die is leuk en daar wil ik meer van weten. Ik denk, ja, dat is wel een type vrouw
waar ik op val. Ja. Hoe vaak heb je die aflevering van mij teruggekeken? Heel vaak heb ik daar teruggekeken. Jij stond bovenaan in mijn telefoon, in mijn zoeklijst. Op verschillende tijdstippen. Ja, ik neem mijn telefoon neem ik s'avonds mee naar bed. Oh. Ja, ik, wel meerdere keren. Ja. En ik vond het wel interessant. Oh, wat vieze dingen. Ik ben echt smerig tegen. Eten is niet vies. Ik vind ze helemaal niet lekker. Nee, ik hou niet van die dingen. Ik vind die niet lekker. Ik zag jou en ik vond jou leuk. En ik heb er zo vaak gekeken. Echt zo vaak. En ik daar elke dag in de gaten houden. Kijken of jij nog iets gepost had. Ik denk, want gebruik je die Facebook nog wel? Mijn Facebook? En dan had ik nog foto's gezien van jouw hobbykamer, dat jij daar zit te knutselen. Dan zit je daar helemaal alleen. Heb jij, ik dacht, een grijs vest aan of zo. Ik heb daar zo vaak bekeken. Ik was helemaal geïnteresseerd. Een van de verenigingen waar ik lid van ben is Mensa. Mm-hmm. Dat is de vereniging van hoogbegaafden. Dus ik ben zelf ook hoogbegaafd. Het vooroordeel dat heel veel mensen daarbij hebben is dat ik raketgeleerde ben. Eigenlijk vertel ik nooit dat ik hoogbegaafd ben. Ik ben gewoon Marieke. Ja, op een gegeven moment dan komen mensen er vanzelf wel achter. Of als ik dan over mijn sociale leven vertel dat ik hoogbegaafd ben. Al mijn vrienden zijn dat dus ook en hebben daar wel... En daar kun je samen goed mee over hebben. Ja, precies. En het is ook heerlijk dat we gewoon lekker hoogbegaafd zijn, kunnen zijn met elkaar. Ja. Hey, hoe is het? Ja, met mij goed. Met jou ook? Ja, Amy is een qua beroep is onderwijsassistent. Ja. Ja, we hebben niet hetzelfde IQ of we hebben niet hetzelfde inkomen of we hebben niet hetzelfde... Hetzelfde IQ, dat wordt sowieso. Dat gaat sowieso niet in jouw geval. Je weet het goed te verbergen, vind ik trouwens. En het is ook heerlijk dat we gewoon lekker hoogbegaafd zijn, kunnen zijn met elkaar. Ja. Je bent toch uit je concentratie daar. Deze is nou voor jou, hoor. Dubbel 2. Ik val op Hollandse dames. Meestal zoek je je moeder als een vrouw, zeg maar. Dat hoor ik heel vaak. Apart. Dit is Pookie. Dit is mijn kat. Dit is ook echt letterlijk oprecht mijn kat. Zolang je niet beweegt, dan is het goed. Als je mij op straat zou tegenkomen of zo, zou je mij dan aanspreken? Ik zou zeker wel nakijken, ja. Oké. Okay. Ja. Oh, jij bij mij? Nee. Nee. Waarom wil niemand mij? Ik denk dat ik nog niet de juiste ben tegengekomen omdat ik echt super kieskeurig ben. Je hebt er ook een aardige smaak aan gegeven van die saus. Ja, nou, je pasta is ook goed gelukt. Hé, hey, we hebben gewoon teamwork, G. You surprised me. Je saus was lekker. Yay! Thanks, I needed to hear that. Fantastisch gedaan. Celebrate your victories. Proosten met koffie en thee, waarom niet? YOLO. Hi. Goedemiddag. Ik had geklopt, maar je hoorde me kennelijk. Ik wist niet dat kloppen nodig was. Dag, Esther. Esther, hallo. Hi. Leuk om kennis te maken. Proost. Cheers. Goedemorgen. En goed geslapen? Nee. Zullen we wat gaan eten? Oh, we hebben geen schone messen. Jij wou jus d'orange, hè? We hebben geen schone messen. Oh, kijk ik wel even. Moet hij uit zijn verpakking? Hè? Oh, waar staat aan? Moet de broodjes uit de verpakking? Ja, natuurlijk. Het stroomt wel over. Het stroomt wel over. Eet smakelijk. Oh, 24 uur. Ik ga niks te doen. Hoe erg is dat? Nou ja, het is droog. Ja. Ga je makkelijk de diepte in tijdens een date? Jeetje. Een beetje honing bakken.
Ja. Had jij die bak omgegooid net of lagen die er al onder? Ja. Oh. Ik vind je gewoon wel dermate leuk dat ik wel echt zeker verder met jou wil. Dat sowieso. Ja, maar... Ja. Ja. Ik weet nog niet of ik naast elkaar wil liggen. Ik heb gewoon de beste bedoeling met jou, dus dat sowieso. En ik wil dolgraag samenwonen. Ik zou er zelfs mijn huis voor verkopen, dus snap je? Ja, lekker ontspannen zo, joh. Nou, ik vind het echt heel top met jou, hoor. Friese droge worst. Dus je bent van de harde... Lekker nijtjes. Je bent dus van de harde worst. Ja. Zeggen liefde gaat door de maag. Tap. Stouw je helemaal vol met worst? Nee. Oh, sorry, dat is excuus. Nee, excuus. Dat kan de verkeerde uit. Als ik een cijfer dit moet geven, is het een 9. Ja. Ja. Je hebt de kleding nog aan, daarom is het nog geen 10. Hallo. Ik zit beneden. Melanie. Pepijn. Hi. Hoi. Ja, ik ga met de boot om. En door een bepaalde velslag te maken, kan ik weer recht opkomen. Oké. Okay. In principe is dat een... Kom op. Je kan dit. Ja, zo ver mogelijk eronder. Juist. Holy shit! Kijk nou hoe cool! Ik ben gewoon strong woman! Dit is zo cool! Zo... Yes! Helemaal lekker reet ook. Dankjewel. Heb je mij al naakt proberen voor te stellen? Ik heb jou nog niet naakt proberen voor te stellen. Ik wil hem wel laten zien hoor. Nee. Tada! Beste trouwe kijkers van Lang Leven de Lol. Ik wilde deze samenvatting delen met jullie zo aan het eind van het jaar om terug te kijken op mijn favoriete stukjes. Ik ben jullie ontzettend dankbaar. Samen zijn wij in dit jaar meer dan 5000 abonnees gegroeid. Dit betekent ontzettend veel voor mij. Laat even een comment achter als jij deze lange video tot dit moment af hebt gekeken. Je bent een held. Laten we proosten op een nieuw jaar en een fijne kerst. Wat zeggen we dan ook alweer? Hatsa, Pilsen.